Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we even wat klusjes doen, dus even geen fietstocht. Even de planten water geven, even een beetje aanvegen en onkruid er tussen uithalen. Nou, ga ik jullie ook eens even laten zien. En dan kunnen jullie mij ook zien dat ik wel kan lopen, maar dat ik echt anders loop als jullie. Ik ben best zenuwachtig om dit op te nemen, want ik hoop niet dat ik hele nare reacties krijg. Maar ja, we gaan het zien. Jullie zullen het zien. Oké, nou, tot zo. Nou, ik heb even wat water gepakt. Dan gaan we eerst hier eventjes deze plankje even water geven. Ja, die hoef ik niet zoveel, want er is ook afgelopen weekend wel genoeg gevallen. Dan gaan we eventjes die doen. Die bloeit ook nog mooi. Nou, die heeft ook weer genoeg. Nou, de andere twee nog even. Nou, deze. En die nog even. Nou, die kunnen we wel weer tegen. En dan gaan we deze nog even water geven. Alhoewel die niet heel erg meer bloeit. Er komt nog wel wat aan. Zo. Hebben we dat weer gedaan. Dan kan die daar weer neer. En dan gaan we daar eventjes de onkruid even onderweg halen. En daar nog even. Nou, dan nog even aanvegen. En ja, dan gaan we naar de volgende klus. En die hebben jullie al een keer gezien, maar dat moet helaas nog een keer weer. Want ik heb nog steeds, of alweer, mijn wasbak verstopt zitten. Maar dat zien jullie straks allemaal wel. Nou, het is in ieder geval een stuk beter. Ja, ik zal jullie het even laten zien, want hij loopt na een week weer niet leeg.
Alhoewel, het is nog niet zo erg als de vorige keer, maar hij loopt gewoon nog steeds niet, of nu weer niet goed leeg. Dus gaan we dat even verder nog een keer willen loshalen. Zo hebben we vandaag gewoon een lekker klusdagje. Nou, dan gaan we eens even loshalen. Rommel valt het op zich wel mee. Hij loopt niet goed leeg, dus had ik even de tip gekregen om met een schroevendraaier. Daar komt dus wel rommel uit. Nou, het stinkt weer behoorlijk. Nou, we gaan eens kijken. Kijken of die het nu weer goed doet. Het moet me even wat langer naar het loodje vinden als dit. Dan gaan we dat doen. Nou, nu komt er geen rommel meer uit. Dan loopt die prima leeg. Dus, nou ja, dan laten we hopen dat het nu iets langer als een week meegaat. Ik moest even goed aandraaien. Dan doen we dat. Dan gaan we het nog een keer testen. En dan loopt hij weer goed leeg. Hij is alweer leeg. Nou ja, mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En eens een keer even geen fietsvlog. Maar gewoon even wat klusjes. En het gaat hartstikke goed met YouTube. Tenminste, ik ben nu een maandje bezig. En zoals ik nu kan zien, heb ik 26 abonnees. Nou, dat vind ik toch wel vrij knap. Voor iemand die gehandicapt is en met zijn transitie bezig is. Alhoewel dat wel echt op een laag pitje staat door corona. Dat is gewoon, er zijn mensen die gaan voor. Dus, maar ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En een duimpje zou leuk zijn. Abonneren is gratis. Stuur ook even een reactie als je dat leuk vindt. En daar reageer ik ook altijd op. En dan zie ik jullie weer bij de volgende. Nou, doei!